Ja. Het is toch heel vreemd. Nog steeds geen beeld. Hoe kan dat nou? Beeld en geluid hier. Nou, bij mij blijft er staan, de live video start zo meteen. Even kijken. Ik heb zelf op mijn mobiel alles wel. Beeld. Daar werkt alles. Alleen en geluid en jullie zien me. Nou. Ik wacht even totdat jullie er allemaal zijn. De video, live video voor mijzelf start zo meteen, staat er. Dus dat wacht ik dan maar rustig af. En anders doe het zo dat ik niet wat zie, alleen jullie reacties. Even kijken. Ik ga jullie iets laten zien over embossingpoeders. Ik merk dat heel veel mensen nog niet zo heel bekend zijn met embossingpoeder. Embossingpoeder wordt eigenlijk best wel veel gebruikt. En als ik het op een workshop gebruik, dan merk ik dat er toch mensen zijn die het nog niet kennen. Dus dachten we, laten we dat eens als onderwerp nemen vanavond. Ik heb een aantal voorbeeldjes gemaakt. Die zal ik even laten zien. Moet ik even boven op mijn camera spieken of jullie hem ook zo zien. Dit is een voorbeeld. Oh, Joukje, die ziet niks. Ja, ik merk dat ik wel te zien en te horen ben. En nu zie ik mijzelf. Nou, dan komt het toch nog goed. Ik zeg al, het is mijn dag vandaag niet. Er ging al veel meer mis, maar daar laten we het maar niet over hebben. Ik praat daardoor ook een beetje vreemd, want ik heb me enorm op mijn tong gebeten, doordat ik dus een verdoving heb gehad vandaag in mijn mond. Goed, daar gaat het niet over. Het gaat vanavond over embossingpoeder. En embossingpoeder is erg leuk om te gebruiken op je kaartjes. Nou, ik heb hier dus wat voorbeeldjes. Dit is er een waarbij ik een achtergrondje heb gemaakt met inkt en een bloem met witte embossingpoeder en die vervolgens ingekleurd. Een hele leuke, simpele manier. Ik heb hier nog een voorbeeldje waarbij ik een paar vakjes heb bewerkt met embossingpoeder vlindertjes. En daarbij heb ik ook de frantage erop gedaan. En de frantage enamel is een hele grove embossingpoeder die eigenlijk vanaf de onderkant wordt verhit, want je gebruikt hem zonder de versemark. Leg ik straks ook nog even uit. Ik heb nog een ander voorbeeldje, ook met gouden embossingpoeder. En dan heb ik nog een kaart die ik eigenlijk zelf wel heel mooi vind. Die is op vellum gemaakt met embossingpoeder. En daarna heb ik de bloemen uitgeknipt en die zit ook weer op een achtergrondje gemaakt met een mask van Noordesign en een tekstje in een soort goudkleurtje. Ik vind het erg leuk om te gebruiken en ik wil dit dus ook graag met jullie delen. Wat ook nog weer kan is, je kan ook nog op zwart werken. Dan komt het dus nog beter uit als je lichte kleurtjes goud, zilver of wit ziet. Maar het komt allemaal voorbij. Even kijken, waar zal ik mee beginnen? Ik begin even met mijn papier te pakken. Wat ik gebruik, het mixed media papier. Zoals jullie weten, is het mixed media van mij, of het mixed media papier. Ben ik zelf een grote fan van, want ik kan er met al mijn materialen op werken. Dat is al één voordeel als je papier hebt wat je erg fijn vindt.
dat werkt ook zeker prettig. Okay. Als je papier hebt wat niet prettig werkt, dan is je werk ook snel dat je denkt van, ik vind er niks aan, laat maar zitten. Mijn plaatje viel om, dus die ben ik zo nog even nodig. Nou, ik laat jullie eerst even een simpele manier van het embossingpoeder zien. Ik neem even mijn stempelhulp. De Tim is toch wel een van mijn favoriete stempelhulpen. Waarom? Hij is groot. Ben je een scrapper en werk je op 30,5, dan heb je niet dat je beperkt bent aan de ruimte. Want je kan dus hier je papier rustig overheen leggen, omdat er geen randen in zitten. Hij heeft ook geen inlegmatje, zoals bij velen. Bij deze is het echt het platform, het deksel ervan, draai je om. Dus nu staat hier in het rood clear, dat zal voor jullie nu niet te zien zijn, denk ik. Maar dat is dus de, hoe die erop moet als je clear stempels gebruikt. Gebruik je nu de rubberen stempels, dan til je hem uit zijn platform, draai je de deksel om en dan is die geschikt voor de dikke rubber stempels. Dus je kan dit ook laten liggen. Nou, dat is een klein verhaaltje over mijn stempelhulp. Ik leg daar mijn papiertje in en wat ik altijd adviseer, leg je papiertje altijd op een plek. Mocht je stempel erg plakken, dan kan je hem altijd weer op die plek terugleggen. Er staan ook cijfers op, inches en centimeters. Ook dat kan je, als je wat buiten je werk moet stempelen, dan onthoud je van, oké, ik leg hem op de 4 centimeter. Mocht het papier meegaan met een eventuele plakkerige stempel, dan kan je hem weer op de 4 leggen. Nou, ik leg hem nu gewoon in de hoek. Dit merk is van Tim Holtz, de Tonic, de stempelhulp. Dan kies ik een stempel. Die leg ik op zijn plek waar ik hem graag wil. En nu heb ik een rubber stempel, dus ik moet de tekst moet aan de voorkant. Ik zal het even proberen om te laten zien. Hier in het kunststof, daar kun je het zien dat er rubber op staat. Dat doe je dan boven. Je klapt je hulp dicht. Je hoeft niet te duwen of niks. Je stempel plakt dan aan je deurtje, noem het maar even. Dan ga je hem beinkten met Versamark inkt. En Versamark inkt bestaat er in diverse kleurtjes. Maar het is eigenlijk allemaal blank. Klinkt een beetje stom, maar de originele is de Versamark. Die is normaal gesproken mooi wit, maar door mijn vele gebruik is die dus wat grijs geworden. Maakt niks uit, zie je niks van terug. Er zit een inkt in, die is heel vettig. Die zorgt ervoor dat dus je poeder blijft plakken. En door dan met een heat tool te gaan verhitten, smelt het in elkaar. Nou, nu is er ook een Versamark dazzle. Daar zit een glittertje in. En dat is er in zilver en in goud. Of heb ik nu? Ja. De zilver en goud. Nou, het enige wat hier het voordeel van is, je kan zien waar je gestempeld hebt. Denk je van, oh leuk, er zit glitter in. Moet ik je teleurstellen, want daar zie je niks van terug. Dat is dus het verschil met de drie Versamarken. Nou, ik zal nu even met de goud doen. Dan kunnen jullie het beter zien waar ik eventueel gestempeld heb. Ik beïnk daar mijn stempel dus mee. Doe de deur dicht. Geef hem een klein duwtje. Je hoeft niet eens echt zo te duwen, maar je geeft hem gewoon een zetje. Haalt de deur zeg maar weer omhoog. En dan kan ik nu zien, omdat ik met de champagnekleurige embossingpoeder heb gestempeld, kan ik zien, mijn stempel is oké. Mocht die nou niet oké zijn, dan kan je hem weer beïnkten. En kan je weer je deurtje dicht doen, want alles zit nog op dezelfde plek. Dus
Zo kan je net zo vaak doorgaan totdat je een perfecte afdruk hebt. Nou, deze doe ik nogmaals. Dat vind ik wel leuk. Ik neem hem twee keer. Dan doe ik hem ook nog ietsjes hier zo. Deurtje weer dicht, dan plakt hij eraan. Deurtje weer open. De Vesamarker in. Even een beetje aanduwen. En je kan hem weer open doen. En ik zie, doordat ik dus nu die dazzle heb gebruikt, waar iets kleur in zit, kan ik dus mooi zien waar ik hem gestempeld heb. Nou, mijn stempel maak ik even weer schoon met het welbekende stampjammydoekje. Even weer in het doosje. De stempel ook even in het doosje. Dan neem ik mijn papiertje, mijn mixmedia papiertje uit mijn stempelhulp. En dan strooien we daar embossingpoeder op. Nou kan ik kiezen voor wit. Dan kan je mooi inkleuren. Je kan kiezen voor kleurtjes. Er zijn ontzettend veel kleurtjes. Ik heb nu hier een witte klaargezet. En ik heb goud klaargezet. En een metallic platinum heb ik klaargezet. Metallic platinum en de goud lijkt best wel veel op elkaar. Nou, we gaan dus voor de metallic platinum. Die strooi je over je gestempelde bloem in dit geval. Die heb je dus gestempeld met de Vesamark. Dan neem ik even mijn leuke bakje. Er zijn ook weer heel veel dingetjes voor uitgevonden. Dan neem je het overtollige weg. Dat tik je gewoon van je kaart af. En wat ik nu wil laten zien is het verschil wat ik nog ga doen met een antistatic. Papier kan soms statisch zijn of een beetje plakkerig of noem maar op. Er kan van alles met je papier aan de hand zijn zonder dat je het weet. Of je hebt er bijvoorbeeld met je handen op gezeten dat het wat vettig is. Dan blijft de embossingpoeder daar ook wel eens aan plakken. Dat wil ik jullie even laten zien, even aanwijzen. Dat is hier is iets komen te zitten waar ik het eigenlijk niet wilde. En hier ook naast de bloem. Nu kan ik dat met een kwastje wel wegvegen. Maar dan moet je absoluut niet aan je embossingpoeder komen. Nu heb ik hier een vrij grote bloem. Dus dat gaat nog heel makkelijk. Maar heb je nou iets gedetailleerds, dan kom je er niet meer met een kwastje tussen. Daarvoor is weer de antistatic bedoeld. Hier zat een mooi papiertje omheen, maar dat ben ik inmiddels kwijt. Hier zit een poedertje in. Dat poedertje, het lijkt een beetje op talpoeder, maar gebruik dat niet. Ik kan het beste even laten zien op zwart papier. Dat gaan we even doen. Dan kun je zien dat je daar een grijze waas op krijgt. Het ruikt zelfs ook nog lekker. Ik zal hem even een beetje schudden. Dan komt er wat meer uit dat ik het jullie kan laten zien. Dat zorgt ervoor dat je papier niet meer statisch is. En dan plakt dus je embossingpoeder ook niet overal naast je afbeelding. Ik had het nu extra niet gebruikt om even het verschil te laten zien. Maar bij de volgende ga ik het gebruiken. Ik zie dat hier nog iets embossingpoeder op moet. Heeft hij niet helemaal. Heb ik niet hard genoeg gestrooid. Zo. Dus dat antistatic komt zo ook nog weer aan bod. Nou zit de poeder erop. En die plakt dus vast aan die Vesamark. Wat we nu gaan doen is, we pakken een heat tool. We zetten hem aan. Ja, ik ga weer even lawaai maken. Ik ga het dus verhitten. En dan hoop ik dat ik het kan laten zien wat er gebeurt met de embossingpoeder. Dat die gaat smelten. Er is nog wel een opmerking bij. Ik zie heel vaak dat mensen de heat tool hier vasthouden. Omdat hij dus zo aangaat. Dan zetten ze hem zo aan en houden ze hem zo vast. Nou, een heat tool heeft luchtingangen. En die zorgen ervoor dat er dus de lucht in kan en aan de voorkant weer warm uitkomt. Of heet eigenlijk, want je hoeft de vingers er echt niet voor te houden. Zorg ervoor dat je die luchtgaten niet afdekt. Nou, dan zetten we hem aan. En dan zal ik proberen te laten zien dat het gaat werken.
ik even staan, dan kan ik ook in de camera kijken. Het moet altijd even een beetje warm worden. Nou, en nou, als het goed is, kunnen jullie nu zien dat het gaat glimmen. En dat gaat best snel. De tweede bloem even. Als die hietel een keer heet is, dan gaat het heel snel. Nou, en is alles dan gaan glimmen, dan betekent het dat het klaar is. En zo kan je dus heel mooi met embossingpoeders leuke afbeeldingen maken. Ik zal een klein stukje doen, want ik ben een klein stukje vergeten. En zo. Nou, dit ligt er nu een beetje bovenop. Het wordt een soort dik, ja, een kunststofachtig laagje. Dit kan je weer mooi gaan inkleuren. Je kan het uitknippen. Dit is dus de basis van de embossingpoeder. Nu kan ik dit nog even anders gaan doen, dat ik hier een hele kaart van maak. Waarbij ik weer een achtergrond gebruik. En dan krijgen we een beetje dit idee. Kan ik ook wel even met jullie verder werken. Wat je dan doet is even deze beschermen. Want ik vind het wel leuk als je die kan inkleuren. Maar als ik hier nou met embossingpoeder en inkt overheen ga, dan zie ik mijn bloemen niet meer. Nou, dan neem ik een stukje masking paper. En ik neem weer even mijn stempelhulp. Leg mijn papiertje weer in de hoekjes. En dan neem ik dezelfde bloem als die ik net ook heb gestempeld. En die stempel ik dan even met een inkt. Het liefst met een stazon, want stazon is meteen droog en veegt vast. Je hebt ook Vesalfine, is ook wel op waterbasis, of op waterbestendig. Maar die droogt wat langzamer en ik ben nog wel van, nou, ik wil graag verder. Dus ik wil ook geen zwarte vegen zien. En daarom gebruik ik stazon. Wat ik vaak hoor is, stazon ga je stempels van stuk. Nou, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik gebruik op al mijn stempels stazon. Dus voor mij moet het de eerste keer zijn, wilde wat met mijn stempels gebeuren. Nou, deze bloem die knip je even uit op het lijntje. Nu zal ik het een beetje in de versnelde versie doen, dus hij zal niet pitje precies netjes worden. Maar goed, het gaat om de uitleg. Dit wordt dan je maskeerbloem, waarbij je dus de afbeelding kan beschermen tegen wat je er overheen gaat doen. Even kijken, even op de lijntjes. En als je er meerdere hebt, dan kan je ook maskeren dat je laagjes bloemen krijgt. Nou, deze is klaar. Ik lees hier, de Stazon Cleaner maakt stempelstuk. Nou, ook dat is voor mij helemaal nieuw, moet ik zeggen. Ik heb er geen problemen mee, maar het zou maar zo kunnen. Ik heb persoonlijk geen problemen met de Stazon Cleaner. Nou, hier dek ik de bloem af. Nu heb ik er nog één. Die kan ik ook weer afdekken. Dan nemen we weer de stempelhulp. Dan krijgen jullie daar meteen even een uitgebreide uitleg van. De stempelhulp. Wat ik vertelde, leg het in de hoek. Op je, dat je weet van daar heeft het gelegen. Want je hebt stempels die ontzettend plakkerig zijn. En die nemen je papier en alles mee naar boven. En als je dan weet waar die heeft gelegen, dan kan je hem weer exact op dezelfde plek terugleggen. Nou, dit is de tweede bloem. Ook die zal ik even in een sneltreinvaartje uitknippen. Dan moet ik natuurlijk wel blijven praten. En op zich gaat het redelijk, maar ik soms denk ik van waar moet ik nu over kletsen. Maar goed, ik ga maar gewoon verder met waar ik
wat ik aan het doen ben. Even kijken of ik... Helen Ippinga, waar heb je de losse bloem nou opgestapeld? Hoe bedoel je opgestapeld? De losse bloem, oh, de losse bloem die heb ik op het masking paper gestempeld. Ik denk dat je dat bedoelt. Dat ga ik uitleggen. Masking paper is dus maskeerpapier in plat Nederlands weer gezegd. Ja, alles is tegenwoordig in het Engels. Ik heb het ook allemaal niet bedacht. Dat is een dun velletje papier met een plaklaagje. Kijk, ik haal nu de beschermlaag eraf en dan plakt die een beetje. En het is in A4 vellen verkrijgbaar. En uit mijn hoofd, ik denk dat Janine zo wel even exact kan zeggen. Ik dacht 5 A4 vellen voor 2,50 uit mijn hoofd. Je hebt ook van die gele masking paper rolletjes. Een beetje het post-it idee. Maar ik ben daar absoluut geen fan van. Het laat altijd los. En omdat we nog wel veel dingen over elkaar verwerken, dan heb ik het er altijd halverwege al af liggen. En deze die blijft echt mooi zitten. En je kan hem er ook rustig weer afhalen zonder dat er wat met je papier gebeurt. Nou, nu hebben we twee bloemen gestempeld met de embossingpoeder. Ik heb hem daarna gestempeld en uitgeknipt met de masking paper. Dan neem ik even een leuke stencil. Nou, ik vind deze wel leuk. Die leg ik eroverheen. En dan neem ik een dabber, een spons. In dit geval heb ik een grote, maar die zijn in verschillende maatjes. Ik denk dat de meeste van jullie de kleine witte wel kennen. En daar doe ik wat embossing inkt aan. En dan ga ik dit een beetje door die mask, ga ik dat wat deppen. Niet te netjes, gewoon zo hier en daar wat van die embossing inkt. Nou, die maak ik straks wel even schoon. Die kan daarin. En nou heb ik weer de Dessel champagne gebruikt. Dus dan kan je een beetje zien waar het komt. Hier strooi ik weer een embossingpoeder overheen. En we hadden net de, wat heb ik gebruikt? De goud of de, nee, de platina. En nu neem ik een witte. Die witte, die strooi je er ook weer overheen, over het geheel. Even mijn bakje, waar heb ik mijn mooie bakje? Nou, ik zie mijn bakje niet. Jullie hebben het bakje vast al wel gezien net. Dan doe ik het even heel simpel op deze manier. Zo. Nou heb ik dus witte embossingpoeder aangebracht over de masking tape en de bloemen die ik al voorzien had van embossingpoeder. Dit ga ik weer verhitten. En dan zul je zien dat dit weer in elkaar smelt. Duurt altijd eventjes. Je heattool moet even goed warm worden. Als je dan ziet dat het begint te smelten, dan moet je ook meteen door naar de volgende vakjes. En dan krijg je een mooi glanslaagje van embossingpoeders. Oh, daar nog een beetje. Kijken of ik dat kan laten zien aan jullie. Dat er nu een... Kijk, er komt een mooie glanslaag overheen. Die wit is, net als het papier. Het papier is niet exact wit, maar dat geeft niet. Embossingpoeders is over het algemeen resist voor allerlei inkten en sprays. En vooral de inkten en sprays die dus op waterbasis zijn. Je kan dus een spray gebruiken. Ga je hier overheen met een spray, dan zal je zien dat de spray inkt naast de embossingpoeder gaat lopen. Je kan ook zeggen van ik gebruik een distress inkt of een
oxide-inkt of noem maar op wat voor inkt, als het maar op waterbasis is. Nou, ik heb hier distress-inkt. Pak even een tooltje erbij. En dan neem ik even de Broken China. En dan ga ik dan ga ik mee over mijn bloemen en over de maskfiguurtjes. En dan zul je zien dat het embossingpoeder dit niet aanneemt. Want die embossingpoeder, dat wordt een soort plastic. En plastic, daar kan je echt niet met water overheen. Dat loopt er ook af. Nou, ik kan hier dus overheen met van alles, omdat mijn bloemen, die zijn beschermd door die masking paper. Nou, ik wil het niet helemaal blauw maken. Zo. Nou, dat is dus weer een nieuwe basis. Nu vind ik dit leuk zo. En dan haal ik mijn masking papers weer van de bloemen af. En dan zit dus mooi de embossingpoeder met de mask, met die stencils, naast de bloemen. En ook de inkt zit ernaast, omdat ik dus die bloemen beschermd had. En dit kan je dus weer inkleuren. En dan kan je eventueel dit idee maken. Deze bloemen heb ik met witte embossingpoeder gemaakt. Daarna heb ik met wit de ruitjesstencil gebruikt. Klein beetje inkt erover uitgeveegd. En de bloem ingekleurd. Dus dit is de basis van deze kaart. Nou, wat kan ik laten zien over de volgende? Dat is eigenlijk hetzelfde idee. Even kijken, waar is die gebleven? Deze. Alleen heb ik hier de frantage bij gebruikt. En frantage is ook erg leuk om te laten zien. Ik ga daar even mijn zwarte kaartje weer voor nemen. Ik had daar inmiddels al een een bloem op gedaan met de embossingpoeder. Dus dat heb ik dus hetzelfde mee gedaan als wat ik net heb laten zien. Alleen heb ik hoop dat jullie het ook kunnen zien, twee kleuren embossingpoeder gebruikt. En daarvoor kan je het beste ook eerst een goudkleurtje heb ik gedaan. Hier en daar wat opgestrooid, het overtollige afgetikt. En daarna heb ik er een beetje wit op gestrooid en ook het overtollige afgetikt. Dit is wel even een ding wat je moet proberen te doen. Heb je nou niet genoeg van je embossingpoeder afgetikt en je gaat er met wit overheen, wat je ook weer aftikt, dan kan het zijn dat je ze dus tweekleurig in je potje krijgt. Kan. Maar als je hem goed aftikt en je ziet dat het nog wel wat op zit en je vult de rest met wit, dan gaat het zeker goed. Nou, dan zal ik hier de frantage op laten zien. Frantages zijn er ook weer in allerlei verschillende kleurmengseltjes. Ik heb hier een shabby white en we hebben een metallic. En nou, er zijn heel veel kleurtjes. Ik ga nu even voor de white en dat is een shabby white, zeggen ze dan. Er zit wat glitter bij in en donker en licht. Die strooi je op je kaart. En ze deden het ook wel veel als je bijvoorbeeld een stempelafdrukje van Magnolia of dat soort dingetjes inkleurt. Dan doen ze dat er ook wel eens omheen. En ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dit zijn wat grove korrels. Kijk, en die liggen er los op. Als je dit met embossing of met de Versamark zou gaan doen, dan krijg je één dikke grote homp van die frantage. Dat is een beetje zonde. Dus je strooit er wat los overheen. Dan pak ik mijn heat tool. En dit ga ik verhitten vanaf de onderkant. Waarom? Als ik dit aan de bovenkant zou doen, dan waait alles weg. Dus we gaan vanaf de onderkant verhitten. En dan hoop ik dat jullie het mee kunnen zien dat het dus smelt. Nou. Daar gaan we. Hou het niet helemaal op één plek.
maar een beetje draaien. En dan, als het heet genoeg is, zul je zien dat het gaat smelten. Nou, ik zie al dat er al een aantal dingetjes aan het smelten zijn. En dat worden dan allemaal mooie witte, ja, stipjes. Zo kan je alle losse delen vanaf de onderkant verhitten totdat ze gesmolten zijn. Ja, en dan dit doe ik vanaf de onderkant, omdat ik, als ik het van de bovenkant doe, dan waait alles weg door de heattool. En de heattool die blaast. Dit duurt natuurlijk iets langer als de gewone embossingpoeder, omdat je nu dwars door het papier moet. Naar mijn idee heb ik alle bolletjes, alle bolletjes zijn verhit en die zijn dus allemaal gesmolten. En die liggen ook een beetje bovenop je kaart. Erg leuk spul vind ik dit. Dat is dus frantage. Nou, doe je dit dus met versa maak, dan krijg je dus echt één groot deel van de, van de frantage, sorry. Ik zie hier zoveel voor me liggen dat ik alle namen door elkaar haal. Nou heb ik nog een leuk dingetje wat kan met de frantage. Ik heb even snel een paar sleuteltjes uitgestanst. Even snel kun je zien. Ik heb ze niet helemaal goed gedaan, maar dat geeft niet. Het gaat om het idee hoe het werkt. Dan neem je even een stukje papier of iets dergelijks, maakt niet uit. En je dabber en je Versamark. Daarmee de sleutel, maak je de sleutel helemaal, die voorzien je helemaal van de Versamark. Dus hij zit helemaal in de Versamark. Dan pak je even een pincetje. Ik vind deze altijd wel handig. Dat is de, die zit in het tegenovergestelde. Dus als ik erin knijp, gaat hij open. Laat ik hem los, gaat hij dicht, het contrapincet. En dan heb ik hier de frantage die een beetje metallic-achtig is. Ik doe het even op een hele leuke manier. Die duw je er even in of je strooit het eroverheen, wat je maar wil. Oh, ik was mijn bakje kwijt, maar nu zie ik hem naast me liggen. Nou, niet te veel afschudden. Sonja, ja, er zijn zoveel kleuren. Dan moet je even op de website kijken. Ik weet zo uit mijn hoofd niet welke kleuren als er allemaal zijn. Maar heel veel. Nu heb ik dus wel de frantage in de Versamark gedaan. Maar omdat dit een vrij dikke embossingpoeder is, doe ik het eerst even van onder. En dan smelt ik hem van boven. En dan kan je zien dat je zo hele leuke ijzeren sleutels kunt maken. Nou, ik zet even mijn heattool weer aan. Ik ga hem verhitten. Ik hoop dat het een beetje te zien is zo. En dan smelt het in een soort metallic-achtig kleurtje. Denk eraan dat je dit niet zo aanpakt, want het is echt heet eerst nog, hè? Nou is het gedeelte gesmolten en dan doe ik het vanaf de bovenkant even. En dan loopt het mooi in elkaar over. Dan wacht ik even dat het een beetje afgekoeld is. En dan kan je de andere kant doen. Het eindje van het sleuteltje. Denk je nou van, goh, er mag van mij best nog wel meer op. Dan herhaal je gewoon deze stap. Dus je beinkt weer de sleutel. Met de frantage. Hier is inmiddels is mijn bakje ook weer aanwezig. Ik strooi daar de frantage overheen.
Nou, dan vis ik hem er weer uit. En dan krijgt hij zijn tweede laagje. En dan zul je zien dat het echt heel mooi een dikke ijzeren sleutel wordt. En dat kan je natuurlijk met alle kleurtjes doen. Hè? Nu heb ik hier een donkere kleur. Maar dit werkt ook met lichte kleuren. Maar de frontage is zo leuk omdat daar wat ijzerachtige kleurtjes in zitten. Nou, hij is bijna dat het niet meer wegwaait. Dan kan je hem rustig van de bovenkant even doen. En dan zie je dat doordat er twee lagen zijn, wordt het een mooie dikke ijzeren sleutel. Nou, en die kan afkoelen. En dan kan die leuk op een verhuiskaart of zo. Aan een touwtje of aan een ringetje. Oké. Iets te warm nog mijn ding eruit. Nu heb ik hier nog een gaatje van het pincetje. Kan je gewoon weer verhitten. Beetje frontage eventueel er nog in. En dan smelt het mooi in één geheel over. Kijk, zo smelt het helemaal weg. En zie je ook niks meer van het gaatje. Nou, ook moet er natuurlijk nog een gaatje in om de sleutel op te hangen. Maar zo werkt dus de frontage. Het is een echte, een dikke embossingpoeder. Het is nou een echte sleutel. Nou, even mijn bakje weer leeg maken. En er zijn zoveel dingetjes die je met embossingpoeder kan doen. Ik wil jullie nog wel meer laten zien. Even kijken, wat zou ik nou eerst eens laten zien? Oh ja, heb je wel eens brets of andere... Ik heb nog heel de oude brets, dat ik denk van, wat moet ik ermee? Nou, ik heb nooit de kleur die ik wil. Dit kan je ook weer met embossingpoeder doen en Vesamark. Nu wil ik, ik heb hier een zwarte. Nou, daar wil ik graag een ander kleurtje van. Ik pak hier even een glitter. Ook wel grappig. Mijn glitter embossingpoeder. Deze bret, weet je wel, een splitpen. Die kennen we wel, toch? Die duw je in de Vesamark. Dan zet je hem in de embossingpoeder. En dan doe je hem weer in je pincet. En dan gaan we deze ook weer verhitten. En dan beginnen we niet te dichtbij. Maar steeds dichterbij, zodat je gaat zien van, oké, nou gaat hij smelten. Kijk, nou begint het een beetje... Begint er een beetje beweging in te komen. Ja. En dan heb je een eigen gekleurde bret in de kleur die ja, eventueel bij jouw kaart of bij jouw werk past. In plaats van de saaie zwarte, grijze, blauwe, groene. Maakt niet uit welke kleur. Je kan alles een andere kleur geven met embossingpoeder. Nou, wat kunnen we nog meer vertellen? Ik heb embossingpoeder ook gebruikt op vellum. Ik ga even dit een beetje aan de kant leggen. Zo. Ik heb nog een stukje vellum. En dan neem ik even weer mijn stampingplatform, heet het officieel. Dat vellum is, er is hittebestendig vellum. Dit is nog mijn oude vellum. Gaat ook wel, alleen hij wordt holliger. Alleen, en dan vind ik juist wel leuk als die een beetje hobbelen. Nou, ik leg erop wat ik graag wil aan bloemen. Nou, ik neem alleen deze twee, anders duurt het zo lang. Deurtje weer dicht. Rubber staat boven. Ik heb dus rubberstempels. Deurtje weer open. Die leg je dus altijd netjes in de hoek. Dan neem ik weer de Vesamark. Beïnk daar de stempels mee. Doe het deurtje weer dicht. Klein zetje geven. En dan heb ik ze dus in de embossingpoeder gezet.
Deze even aan de kant. En nu heb ik ze dus gestempeld op vellum. Dan neem ik een witte embossingpoeder. Ik moet zeggen, ik vind de Wow erg fijne embossingpoeders. Maar goed, ook hiervan zijn weer heel veel merken, soorten, kleuren. Die strooi ik er weer overheen. En dan gaan we even de heat tool weer erop zetten. Alleen nu is het vellum. En vellum is, ja, het gewone vellum gaat wat bobbelen, laat ik het zo zeggen. Ik heb dat extra gekozen omdat ik het leuk vind omdat die bloemen zijn. Die mogen van mij iets hobbelen en bobbelen. Maar er is ook hittebestendig vellum wat dus niet kreukelt. Nou, deze ga ik even verhitten. Dan worden ze dus mooi wit. Als je ziet dat het verkleurt, dat het begint te glanzen, dan ga je met je heat tool gewoon verder naar het volgende vakje. Je hoeft echt niet heel lang op de embossingpoeder te blijven om het te verhitten. Want dan brand je het eigenlijk een beetje dood en dan is je glans eraf en heb je geen leuke... Janine... Jij bent wakker, ik was niet wakker. Ik bedoelde eigenlijk hittebestendig mica. En dat wilde ik eigenlijk ook nog laten zien in mica. Maar dat komt straks nog aan bod. Dit is het vellum. Nou, en vellum is dus in verschillende diktes ook te krijgen. En daar zit het verschil in met het bobbelen. Of qua merk zal er denk ik verschil in zitten. Maar goed, ik heb hier nog gewoon een simpel stukje vellum. En de mica, dat doorzichtige, dat hardere plastic, dat is inderdaad hittebestendig. Ik was even in de zogezegde bonen. Laten we de verdoving van vanmorgen maar de schuld geven. Ik ben nog niet helemaal weer bij. Nou, zo kan je dus mooie bloemen maken die dus doorschijnend zijn. En ik zal niet alles uitknippen, want dan duurt het allemaal zo lang. Als je dit dus op een gekleurd papiertje doet, kijk, als je hem hierop legt, wordt hij wat grijzig. Erg leuk voor condoleancekaarten. Ik pak er even een andere kleur bij. Laat ik hem op rood liggen, ja, dan zal die dus wat rood doorschijnen. En die plak ik erop, gewoon met de Dutch Doobadoo alleslijm. Waarom plak ik die daarmee op? Omdat die mooi transparant opdroogt. Zoals ik hier ook kan laten zien, je ziet totaal geen lijm. Dat vind ik erg mooi als je met vellum werkt, dat je dus geen lijm ziet. Nou, hier knip je dus gewoon een hele rij van die bloemen uit. En die plak je weer op je kaart. En zo heb je een hele mooie, witte, transparante kaart. De blaadjes die ik gebruikt heb, dat is een paper art van Dutch Doobadoo. Die worden laser gesneden. Die zijn heel mooi fijn. En als je er goed naar kijkt, kun je zien dat de randjes wat bruinig zijn. Dat komt omdat de laser een soort brandmechanisme is. Dat wordt heel heet. Er zit dus een echte witte kant aan. En er zit een kant aan die wat, ja, ietsjes een brandkantje heeft. En wat je dan ook weer leuk kan doen met die blaadjes, is wat ik net deed met de splitpen. Kan je ook deze mooi van kleur voorzien met embossingpoeder. Je maakt dan gewoon je hele bloemetje, zet je in de Versamark inkt, of je blaadje. En dan strooi je een mooie, ja, zullen we doen, een groenige kleur overheen. Ik kan het ook even zo doen. Hoppakee. Zo'n klein dingetje, dat kan je zo in het potje doen. Heb je niks te
schudden. Pak ik even mijn pincetje er weer bij. En dan gaan we deze weer verhitten. Dan zit er heel veel verschil in embossingpoeders hoor. Maar als je er veel mee gaat werken, merk je het verschil ook wel. Je hebt ook embossingpoeders die dus wat crunchy op droog worden. En dan moet je dus opletten dat je niet denkt van nou wanneer gaat het glimmen, want dat gaat niet glimmen. Dat blijft een beetje mat van kleur, maar zit wel vast in je versamark. En dat is deze ook, dat is nog een oude van Tim. Die wordt wat, ja, wat crunchy. Nou, zo heb je weer een mooi blaadje. Die je weer bij die bloem kan doen. Die ik inmiddels al kwijt ben. Oh ja. Zo kan je dus ook nog werken met kleurtjes. Voorzien van embossingpoeder. Nou, nu heb ik jullie toch al heel veel laten zien. Ook kan je nog erg leuk weer, heb ik net ook wel laten zien, de vlindertjes van Doobadoo, die kan je ook weer erg leuk boven die bloemetjes uit laten komen. Ik neem even een stukje kaartenkarton. En, nee, ik neem zwart. Kunnen jullie het goed zien? De zwarte. Nou, ik wil niet mijn hele zwarte papier onder. Dus ik doe hier wat van die anti-static op. Dat maakt het dus anti-statisch. Zoals het in het mooi Nederlands gezegd wordt. Dan kies ik mijn vlindertjes. Ik wil graag deze vlindertjes. Je kan eventueel je mask ook nog vastzetten. Er is een heel handig tapeje voor van Marianne. En die ligt hier ergens, maar op het moment even niet. Maar goed, dan zet je even je mask mee vast. Je neemt je dabber met de Versamark. En dan beinkt je door de uitgelezen vlindertjes. Nou, omdat ik dus weer die dazzle heb, hoop ik dat jullie het ook een beetje weer kunnen zien. Daar strooien we de witte overheen. En omdat dus nu die anti-static erop zit, zit het dus verder nergens, alleen op mijn vlindertjes waar ik het graag wil hebben. Dit gaan we weer verhitten. Denk er dus aan je heater aan de voorkant vasthouden, niet bij de luchtingang. En zie je dat de embossingpoeder gaat verkleuren, dat het gaat glanzen, dan schuif je je heater rustig naar voren. Totdat je bij het laatste stukje bent wat je graag wilt smelten. Nou, nu hebben we mooie witte vlindertjes. Ach, dus ik moet even de lijm hebben. Kan ik daar mijn bloem nog weer op plakken. En zo kan je heel simpel van allerlei dingetjes die we gemaakt hebben. Met de bret nog. Allerlei dingetjes maken met embossingpoeder. En frontage, want dat was ook zo leuk. Frontage kan ik natuurlijk, is in heel veel kleurtjes. Ik durf zo niet te zeggen welke kleurtjes er allemaal nog zijn. Maar goed, het bestaat al een hele tijd. En ik heb daarvan diverse kleurtjes, maar of ze er echt allemaal nog zijn, durf ik niet te zeggen. Frontage was dus gewoon de los opstrooien van de onderkant verhitten. En met één potje embossingpoeder kan je echt heel veel leuke dingen maken hoor. Je strooit het overtollige altijd weer terug in je potje. En je kan het eerst in die mooie bakjes doen. Nou, deze krijgt nou weer
Zoals je ziet, de stippeltjes die, van de frontage, die, het worden mooie bolletjes. En bij deze regent het een beetje. Nou goed, daarom vliegen de vlinders ook weg. Begint hier te regenen. Heb je nu bijna alles vastgelijmd? Kijk, dan kan je eventueel de bovenkant nog doen. En zo zie je, wat niet vast zit, ben je dan ook echt kwijt. Daarom doen we dit dus aan de onderkant. Nou, nu heb ik alweer van alles verteld over de embossingpoeders. Alles in het wit. En het is resist tegen inkt. Ik kan het nog wel even laten zien met een spray. Hier had ik dus op gewerkt met, hoe heet het, met distress inkt. Maar neem ik nu een, wat heb ik hier staan, een oude inkt. Een oudere inkt, moet ik zeggen. Het was, en je spreekt er overheen. Dan zal je zien dat het niet opneemt, maar langs je, embossingpoeder loopt. Het gaat dus niet in de, op de embossing zitten, maar het loopt er langs. Dus het is echt resist. Voor inktsprays. En dus ook voor de distress inkt. Wat we dus net gedaan hebben. En die kan je er rustig overheen doen. Zonder dat je embossingpoeder meekleurt. Dus zo kan je heel mooi witte achtergrondwerkjes maken. Of welke kleur dan ook. Ik heb hier nu simpel wit en wat goud gebruikt. Maar er zijn mega veel kleurtjes. En heb je niet de kleurtjes die je graag wil. Je kan ook zelf een bakje nemen en dan wat embossingpoedertjes zelf mengen. Zodat je een hele vrolijk mengseltje krijgt. Kan ook. Jeannette, ik zie hier, hoe heet het, die kleine glittertjes aan de onderkant verwarmd. Dat is de frontage. De frontage, dat zijn die dikke embossingkorrels. Het is echt een groot verschil met de originele embossingpoeder. Dit zijn de frontagekorrels. Die zijn dik. En even zien, zien jullie het zo? Ja, die zijn wat dik. En dat is een mengseltje vaak met twee of drie kleurtjes. Dit is een mengseltje van goud met wit. Maar je hebt ook een mengseltje in koperkleurtjes met roze. Met, nou, ik geloof dat ik hier zo nog een roze heb. Ik heb zo geen idee wat er allemaal nog van in de winkel is. Kijk, hier zit een glitter in. Met roze erbij in. En wit en goud. Is ook weer een leuk mengseltje. Wat je wel moet doen is als je klaar bent. Je hebt je embossingpoeder gestrooid. Marie-Louise zie ik die vraagt wat zijn enamels. Ja, dat is enamels. Het zijn die dikke korrels die ik net liet zien en die verhit je aan de onderkant. Dat heb ik in het filmpje al voorgedaan. Enamel, dat is frontage. Frontage, enamel, ja. Frontage is het en dan noemen ze het embossing enamel. Ja, bedenk het allemaal maar eens. Als ik het had gemaakt, dan was het gewoon grove embossingpoeder. De normale embossingpoeders, die zijn heel fijn. Kijk, dat is het verschil dus met de frontage en de gewone embossingpoeder. Dit is echt poeder. Terwijl de frontage, de enamel, is echt een korrel. Nou, en dan de antistatic niet vergeten. En verder heb ik volgens mij al een heleboel uitgelegd in dit filmpje. Ik zou zo verder even niet weten wat ik nog kan laten zien. Ik ben zelf erg leuk, of ik vind zelf erg leuk om die brets mee te kleuren. Dat vind ik echt leuk om je, ja, je hebt dan een kaart en dan wil je wel eens een bret hebben. Of dat kleurt er dan weer net niet bij. Heel veel werden ze jaren geleden gebruikt en liggen ze nog achter in de kast. Dus haal ze er weer uit, geef ze lekker een kleurtje met embossingpoeders. Hier heb ik dus laten zien dat het resist is voor distress inkt en allerlei andere inkten op waterbasis. Je kan zien dat de frontage erop zit. Dat zijn die
enamelkorreltjes. Frantage enamel is hetzelfde. Het zijn die dikke korreltjes. Dan hebben we gestempeld op vellum. Met een achtergrondje met een mask. De mask van Noordesign. Die zijn erg van de design van de scrap serie. Zijn erge mooie gouden masks. En er zijn ook kleinere van met tekstjes en pijltjes en nou, noem maar op. Dus hier is ook weer de keuze is reuze. En wat heb ik nog meer laten zien? Nou, deze had ik nog gemaakt. Dat is dan met een gouden embossingpoeder. En dan een losse kaart erop met goud. En die heb ik weer ingekleurd met, even denken, met Sigmarcus. Nou, en dan kan je nog op zwart heel mooi gebruik maken van embossingpoeders. Ook erg mooi met een mooi grasje of een sterkte tekst erop. Maar dit is even om te laten zien hoe het effect is. Leuk de bobbeltjes met de enamel, de frantage enamel erop. En dan heb ik mijn ronde wel gehad volgens mij. Dat heb ik allemaal laten zien wat ik wilde. En ik hoop dat jullie wat wijzer zijn geworden over het hele gebeuren wat betreft de embossingpoeders. Ik vond het weer leuk om met jullie te delen. Ik hoop dat ik het goed genoeg uit heb gelegd. En anders zou ik zeggen, doe even het filmpje weer in de achteruit en begin weer lekker vooraan te kijken. Verder kan ik nog zeggen dat het filmpje op YouTube komt te staan en op ons blog. Dus jullie kunnen het altijd terugkijken. En volgende week donderdag heb ik weer een Created in de winkel van Hobby Vision van 10 tot half 12. Van 11:30 tot 1. En dan gaan we ook lekker aan de slag met embossingpoeders. Dus lijkt je leuk, kom aanschuiven. Voor €5 mag je een hele leuke creatie maken. Dus wie weet zien we elkaar volgende week donderdag. Ik zou je, als je zeker wil zijn, van een plekje wel even opgeven via de webwinkel. En wie weet zien we elkaar dan. Ik vond het weer leuk en gezellig met jullie. En graag tot de volgende keer. Tot ziens.